zijn ze juist op de mooiste plek van Kroatië aangekomen. Ja, ja, klopt. Heb je vis? Ja. Heb je vis? Ja, ja, ja. Ja. Bravo, bravo. Wat een mooie zeebaars. Super dik hoor. Hey, hallo dames en heren. Wat lekker dat jullie weer kijken naar een nieuw vlogje. Dit is de laatste vlog van het vakantieavontuur. En in de vorige vlog heb ik het Kroatië-avontuur overgeslagen. Omdat ik toen die hoegen had gevangen, die donorzalm. En ja, die video die moest even eerst zijn. Want ik wilde die tegelijkertijd met Enzo uploaden. Dus vandaar dat die vorige week zondag was. Afgelopen woensdag heb ik niks geüpload. Omdat ik geen camera meer heb, kan niks opnemen. En ik zat een beetje te hectisch met allemaal dingen die ik moest regelen. Ik was net terug van vakantie. Ik had ook even geen zin om te editen. Maar ik heb vandaag voor jullie mijn best gedaan om een nieuw video te maken voor jullie. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Het is een avontuurtje in Kroatië wat ik zelf heb beleefd. Dus ik ging buiten de video van Enzo om zelf op pad samen met Francis en alleen om vissen te vangen. Dus ik hoop dat jullie het vet vinden. Veel kijkplezier. We zijn nu in Kroatië en in Kroatië zwemmen een aantal vissen die ik nog nooit heb gevangen. Ik ben op dit moment de spullen aan het klaarmaken om samen met Francis straks na het eten te gaan vissen. En ik heb via Google Maps een plek kunnen vinden en ik denk dat een hele goede plek is. Het heet een, ze noemen het een fjord, maar het is eigenlijk gewoon een soort van ravijn bijna moet je zeggen, een soort van breuk tussen twee bergen in. Heel diep water en het is ook nog eens, het is ook nog een soort van riviermonding die dan op de zee uitkomt. En ik denk dat we daar wellicht kans hebben op een bluefish, of misschien zelfs een leerfish of wat zeebaars. En misschien in het donker zelfs ook nog wel barracuda. Dus ik ga even wat zwaarder hengels klaarmaken. Ik heb een hele lange hengel bij me, 3,40 meter. Dit is een Dam Steel Power Blackspin met de Oppe Shimano Fanford. Een 3000'tje om heel ver te gooien met een pilkertje. Er kan natuurlijk ook nog iets van een bonito of een klein tonijntje zitten. Ik heb hier een, dus niet zo'n duur hengeltje, het is een Savage Gear Pushwacker tot 40 gram. 3000 Shimano Fanquish erop. Super hengeltje. Dan heb ik nog mijn Yasai LTD, die zit er een beetje tussenin. Dat is een 20 tot 70 gram, 2,70 meter hengeltje, 3000 molen, ook voor wat verder kunnen gooien. Beetje power. 1300's, hier zit 1300's gevlocht op, hier zit allebei 10, of hier zit ook 13 op, deze 10. Ik ga even wat kunstaars erbij pakken. Zeebaars aas, grote pluggen, kleine pluggen, pilkertjes, oppervlakte pluggen. Oké, dan zijn we er klaar voor. We gaan eerst even eten en dan gaan we de zonsondergang gaan we toevissen. Ik neem uiteraard ook mijn hoofdlamp mee. Volgens mij flink gestoken hier op mijn wang door een mug. Maar dat maakt helemaal niet uit jongens. Want we zijn lekker op vakantie. Ik ben heel erg benieuwd of we straks zo'n dikke rakker kunnen vangen. En misschien zelfs een nieuwe soort van mij. Kom eens bij je vinger even testen of die echt seconde is. Wat is het voor vogel? Papegaai. Nee, is het Vlaamse gaai. Echt? Oh, echt mooi. Mooi, hè? Met het blauw. Ja. We zijn juist op de mooiste plek van Kroatië aangekomen. Oh mijn god, check dit even. We gaan hier zeker nog wel een keertje vissen. Ik zie hier beneden gewoon de vissen langs de rotsen zwemmen. Het is hier knijtersdiep. En we gaan hier dus even de zonsondergang in vissen. Maar dit is gewoon top. Dit is gewoon een mooie plek. Snel spulletjes klaarmaken en gaan. Dit is echt de mooiste plek. De mooiste visplek die we tot nu toe hebben gezien. In Kroatië. Maar ja, we weten natuurlijk nog niet of het een goede visplek is. Een mooie plek. Ik hoop maar in ieder geval voor het vertrouwen. Dat vind ik altijd belangrijk. Even kijken, hoe ziet de plek eruit. Denk je van, nou hier zwemt wel een visje. Gewoon proberen. Je weet het maar nooit. Zo, ik heb wel een beetje spanning moet ik zeggen. Ik ben wel heel benieuwd. Yes, gooit hem maar mevrouw. Lijnworpje maken zou ik doen. Eerst het proberen. Het is waarschijnlijk diep.
god. Wat was dat? Het kunnen wel leervis zijn. Kleine. Holy shit. Ja, ik heb een vis. Oh. Los. Ja, los. Volgens mij was de greep. Ja, ik heb wat. Heb je vis? Ja. Heb je vis? Ja, ja, ja. Ik heb wat. Lekker gek. Blijf draaien, blijf draaien. Hebben? Ja, ja, ja. Ik heb echt wat. Ja. Wat heb je? Kom maar omhoog. Ja, je hebt een horsmakreel. Je hebt een horsmakreel. Ja, ja, kom maar omhoog. Til maar omhoog. Ja, horsmakreel. Wow. Lekker, Fren. Oh mijn god. Lekker hoor. Wat vet. Kan ik die gewoon zo pakken? Ik zal eerst even losmaken. Lekker, Fren. Horsmakreeltje. Nou, moet gauw terug. Het zijn niet zo sterke vissen. Oké. Okay. Kom maar terug met een plonsje. Joep. Lekker hoor. Lekker man. Ik voelde net al het beet had. Toen was hij mis en tweede worp en daarna gelijk bam. Lekker. Goed zo. Lekker. Nou, hup, gooien. Zitten er wel meer? Ja. Nou, die staat er goed op hoor. Rempeltje. Daar gaan we. Daar komen we aan. Doei van een mooie plek zeg. Doetje. Ik snap wel waarom dit een lijpe stek is. Ja. Goedemorgen, daar zijn we dan. Op de visplek. Ik ga snel mijn hengels pakken. Het is 5:30. De klok is aan het luiden. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb deze stek gekregen van Sander Langeworm. Dus Sander, als je dit kijkt, thanks. We gaan het even proberen, maar het ziet er super goed uit. We hebben hier een hoop stroming. Redelijk diep water. Ik ben heel erg benieuwd of ik vandaag mijn droomvis gevangen. De leervis. Er ligt super veel zeegras in het water, waardoor ik niet echt lekker kan vissen op dit plekje. Ik heb wel eens om een tweede worp een zeebaars erachteraan, maar ik ga even naar een andere plek. Kijken of ik een plek kan vinden waar iets minder troep in het water ligt, want de vorige stek was gewoon onbevisbaar helaas. De reden dat ik deze ochtend zo vroeg aan het vissen ben, is omdat ik op zoek ben naar de leervis. En de leervis, dat is echt een mega gave roofvis. Het is een van mijn favoriete vissen. Ik heb hem nog nooit gevangen. En ik weet dat ze in dit gebied zwemmen. En dan heb ik van mijn maatje Sander dus een stekje gekregen. Dat is deze haven. En hier zwemmen ze dus. Hier heeft hij ze vorig jaar of 2 jaar geleden gevangen in juni. Nou, het is nu juli. Dus misschien niet de beste maand. Maar ze zitten hier. Ik weet het. Het zijn misschien geen grote. Maar ik wil ze zo graag vangen. Ik ben zo benieuwd hoe die vis eruit ziet. Ik heb in ieder geval lekker wat spullen meegenomen. Mijn scootertje staat hier zo. We gaan gewoon even kijken of er eentje uitkomt. Misschien wel zeebaars zou ook nog kunnen. Of misschien zelfs een barracuda. Die schijnt hier ook te zwemmen. We gaan gewoon ons best doen. Meer kan ik er niet van maken. Gaan we weer.
Ja, zeebaars. Twee zeebaars erachteraan. Zeebaars. Kijk, een zeebaarsie. Nice. Hier ben ik blij mee, gek. Hoppa. Goeie beuk erop. Black Minnow, de nieuwe eraan doen. Zo, pak hem wel hard zeg. Ja. Mooie zeebaars. Super dik hoor. Echt vet. Excuse me, please. Kijk. Yes? Are you need this fish? No. Nee. Oh. Hier gaan we weer. Kijk of er nog een zit. Weer eentje. Gekkigheid hier zo. Zeebaars nummer 3. Joep. Oké, daar gaan we. Ja, weer een. Zeebaars nummer 4. Nummer 4. Oké, daar gaan we weer. Nummer 5. Het zal heel gek zijn als we nu 5 achter elkaar vangen. Kom op. Oeh. Ah, nummer 5 lag er wel. Oh, oké, het chatje is helemaal gehoord. Daar zit ik een beetje scheef erop. Kun je misschien nog een vis mee vangen? Er is niet eens meer staart aan. Kijk dan, dit is mijn minnootje nu. Helemaal gehoord. Zo, we hebben nu 4 zeebaarzen. Helemaal niet verkeerd. Ik ben er echt blij mee. Heerlijk beginnetje van de dag. Waren er nog geen monsters? Maar ja, maakt niet uit. Pak even de andere kant. Een paar worpjes. Dan gaan we verder. Kijk, het ziet eruit als een mooi stekje dit. Oh, zeebaars aan het jagen hier. Jeetje, gewoon voor mijn neus aan het jagen. Let op. Ja, ik heb één. Ja. Hoppa.
Geniaal. Zeebaars nummer 5. Zo, de stad begint een beetje op te leven. Het is nu 6:30. We hebben nu drie stekken gehad. Eerste stekje was niks. Tweede, derde stekje al bij vis gevangen. We hebben nu 5 zeebaars in totaal. Dat is gewoon echt niet verkeerd. En het lijkt alsof de stroming begint te draaien. Dan heb je hier verderop een grote brug. Dus daar ga ik even kijken. Ik ben heel benieuwd of het daar wat is. Ja, die leervis die moet er gewoon uitkomen. Of een bluefish, die heb ik trouwens ook nog nooit gevangen. Dat is ook vet. Lijkt het meer op een zeebaars dan met tanden. Maar ja, so far so good. In ieder geval al 5 vissen, dus dat is echt helemaal top. Dit ziet er wel sick uit hoor. Grote brug. Eens even kijken. Polaroid op. Het ziet er wel mooi uit. Ik ga gewoon even een paar worpen maken. Vette stek dit. Wie weet. En ik kan me best voorstellen dat er roofvissen zijn die hierop gaan reageren. Die blijven heel erg op dit stukje staan, zo achter die brug. Dan moet je eens even kijken, als je er nu hier in kukelt, jongen. Oh, heb je gewoon een probleem. Helaas was dit stekje niks. Ik had wel verwacht. 1 keer beet gehad op mijn eerste 2 worpen. Ik denk dat ik hier later nog wel even terugkom vanwege de stroming. Maar ik ga nu even terug naar de stek die Sander mij had gegeven. Als het goed is, stroomt het daar nu ook als een jacko. Misschien dat ze het daar nu wel doen. Het stroomt hier niet hard genoeg nog. Het was gewoon weer een herhaalreceptje van vanochtend. 3 keer werpen. 3 keer mijn lijn vol met troep. Ondertussen loop ik hier gewoon langs de kade. Ik ben een beetje aan het kijken of ik wat vis zie. Vaak is dat wel een goede manier. Polaroidje op, gewoon kijken of je wat ziet. Kijken of je iets ziet waar je op kan reageren. Ik ben zo meteen weer terug bij het brugje waar ik de zeebaarsen ving. Ik ga even een paar worpjes maken. Dan loop ik hier zo de haven af. En dan sla ik links af, want daar komt de stroming uit. Dus heb je sowieso een luwe plek. Dus ik verwacht dat er wellicht ook wel wat vis zal ophopen. Ik zie in de haven wel wat kleine schooltjes met vis. Dus dat is op zich een goed teken. Wellicht dat daar dan misschien het leervisje tussen gaat jagen zo. Ik hoop het. Ik heb een paar eurotjes pinnen. Even drinken halen, ontbijtje. En dan een beetje trek krijgen. Hallo. De borek, de chicken. Cheese, de meat, de spinat. Cheese. Zo, tijd voor een lekker ontbijtje. En dan doe ik lekker wopje maken. Hapje doen. Wopje maken, hapje doen. Typisch Kroatisch broodje. Mooi. Met kaas. Ondertussen doe ik even een worpie. Eet je dit. Nice. Er kwam net een kerel naar me toe, die gaf me wat tips. Die woont hier, Kroaat. En die zei dat ik het juiste aasje had. Maar hij zei, je moet hier in de middag, namiddag even terugkomen. Rond na 5.
En dan moet je hier met oppervlakte pluggen over het wijd gaan vissen. Hopen dat er iets minder boten zijn en iets minder wind. Maar dan maak je dus kans op bluefish en op leervis. Dus ik zit wel op de goede plek, maar waarschijnlijk niet het juiste tijdstip van de dag. Op zich de ochtend, vroege ochtend is wel goed. Ah, oh, ziek man. Hij liet me net foto's zien, daar werd ik echt jaloers van. Maar ik ben nu even lekker aan het rockvissen. Ik heb een heel klein setje eraan. Daarmee piel ik even de kantjes af hier zo. Het is inmiddels 9:15, dus ik ga ook even bellen hoe de status op het thuisfront is. Want we gaan zo meteen raften. Maar in ieder geval kom ik later nog even terug om hier te vissen, dat weet ik zeker, vanavond. Ik denk dat ik Enzo dan ook meeneem. En morgenochtend ga ik hier nog een dagje vissen. Een ochtendje. En daarna gaan we helaas weer weg. Nou ja, dan gaan we naar Slovenië, dus dat is ook heel erg vet. Yes, hoppa. Een prachtig schriftbaasje. Zo mooi gekleurd, jongens. Och, vet. Jeetje. Er is niet zoveel meer van over. Ja, vis. Hoppa. Nice. Ja, vis. Hoppa. Dan hebben we er weer eentje. Vang wel veel van deze rakkers. Ze zijn wel verschrikkelijk mooi. Tjoep. Stepenke, dolly. Yep. Dat is een mooie stukje. Voilà. Ik had net een oude meneer die zei, ik ga beneden, want hier is een trappetje. Even kijken. Hoppa. Ik ben hier even naar beneden geklommen. Ik heb hier een super mooie plek. Ik ga het even vanaf hier proberen. De stroming is weer geweldig. Dames en heren, dit is toch een stek, jongens. Hier ga ik morgenochtend om 4:30 staan. In het donker. Ja, dan moet hier toch vis uitkomen. Niet normaal dit. Oh mijn god. Meen je dat? Kijk dan, het is nu al mijn staart. Nou, het valt nog niet mee hoor. Het leek een hele mooie plek. Het is ook een mooie plek. Maar de vissen hadden er niet zoveel zin in. Ik heb één keer een volg gehad om de oppervlakte plug. Ik zie hier trouwens mensen die hebben brood hier in het water gegooid. Mijn harders gaan er helemaal los op volgens mij. Ja, het zijn alleen harders. Ik ga nog één keer terug. Nog één keer terug naar het plekje wat Sander me heeft gegeven. En dan hou ik nog voor drinken. Dan pak ik nog even een zeebaarsje. Dan gaan we terug. Lekker hoor. Hele leuke zeebaars. Nice. Happy. Oké, de ochtend is voorbij. We nokken ermee. Ik ga terug naar de camping en dan ga ik even die pipo's ophalen. En vanavond, rond een uurtje of 6:30, 7 uur, dan kom ik hier terug. En dan gaan we weer voor poging 2 voor de leervis of de bluefish. Ik heb er nul zin in. Het was in ieder geval lekker ochtendje. 6 zeebaars gevangen. Ik denk ook een stuk of 6 schriftbaarzen. Dat was echt wel even lekker. Het was zeker waard om vroeg op te staan.
gewoon serious bait? What the fuck? Excuse me. Can you move 1 meter? Thank you. Zoals jullie net konden zien heb ik even een paar worpjes gedaan voor het avondeten. Heerlijk gegeten hier zo. Was dit een lekkere pizza die je tot nu toe hebt gehad en zo of niet? Wat zeg je? Was dit een lekkere pizza van deze vakantie? Of? Wat zagen ze zich? Was dit de beste pizza des heute vakantie? Jawohl, jawohl. Ja, deze pizza is knijterslekker, dus niet normaal. Ik heb een pizza parma ham. Ik dacht dat het normale ham was, maar very good, very good. Very good. Maar echt jongen, ik heb net een aanmeet gehad. Ik heb een zeebaars gezien. Die zeebaars was niet overdreven. Zorg je dan. Een beetje overdreven. En natuurlijk die aanmeet die ik miste. Ik weet niet wat het was, kon je zien. Maar in ieder geval, dat belooft veel goed. Laat nog eens die lengte zien. Zo groot is jouw neus als je ligt. Zo groot, ja. Very big. Nee, maar het is tof. We gaan zo meteen even, ik neem Enzo van mee, twee Engels. Ligt daar een jacht met een blauwe lampje op het water te schijnen? Die gaan we vangen. Dus, nou ja, we gaan in ieder geval straks even naar Little Yardy en dan gaan we daar vissen. Hij kent ook één rapper hoor, jeetje Mina. Hoppa. Wat vet toch? Lekker gast. Cool. Van Daniel geleerd. Ja, ik zie ze weer jagen. Gewoon op half water vissen. Oeh, voor mijn neus. Nee, shit. Kijk hem. Kijk, hij volgt. Ja, hier, zijn ze weer aan het jagen. 2, 3 stuks. Wow, dikke jongen. Kijk dan. Kijk die schaduwen. Oh, miste hem. Oh, hij ging achter die shit aan. Oh, maat. Waarom pakken ze me nou niet, hè? We gaan even naar die brug zo. Ja, ik heb iets. Oh my god, gast. Gast, what the fuck? Oh my god, wat is dit? Wow, gast, je hebt een grote schorpioenvis gevangen. Oh my god, oh my god. Dit is de grootste ooit gezien. Ja? Nou, ik heb ze net nog groter gezien daar bij ja, die rode. Ja. Pas op alsjeblieft, Daniel. Pas op, deze zijn giftig. Kijk, alsjeblieft. Wat een buffel, hey. Pas op, Daniel. Kijk die alsjeblieft. Back. Ja, doe even kalm. Kijk die back. Doe even kalm, man. Doe even kalm. Ja, ik moet gewoon even een beetje gevierd denken, vismaatje. Ik moet nog wel een vismaatje hebben. Jezus. Hey, ik heb gehoord dat die mensen op de jachten willen kopen, hè? 1000 euro per stuk. 5000. Yo, dames en heren, kijk wat ik zojuist heb gevangen hier bij deze gruwelijke jacht met een meneer die al de hele tijd naar ons aan het kijken is. Oh mijn god. Doei. Oké, ik ben blij dat hij in het water is, want het is een giftige vis. The next day. Eerste worp van de dag. Helaas, de beelden van de tweede ochtend van mijn camera die zijn weg. Want mijn camera is gestolen, er zaten nog 2 SD-kaarten in en daar zaten de vlogbeelden op. Dus ik heb alleen wat GoPro-beelden van het tweede dagje, maar ik vind ook niet zoveel. Dus geniet nog even van het laatste clipje. Oh, mooie zeebars. Lachen. Lachen gewoon tussen de boten chillen. Cool. Kijk eens even. Nou, in ieder geval niet met lege handen naar huis. Mooi vis. Geen monster, maar daar gaat ie. Nou, dames en heren, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik heb in ieder geval een onwijs gave vakantie gehad. En ja, ik hoop met de verzekeringsmaatschappij dat ik de spullen nog terug ga krijgen. Want mijn camera is weg, mijn hengels zijn weg, mijn drone is weg. Ik had ook nog hele mooie dronebeelden geschoten in de ochtend van de haven waar ik had gevist met de grote boten. Die ben ik ook kwijt, want kaartje zat nog in de drone. Maar ja, in ieder geval,
Die ga ik nooit meer terugkrijgen, de beelden. Verzeker je wat voor goed, kan ik in ieder geval snel weer een nieuwe vlogcamera kopen. Het zou kunnen dat ik hierdoor iets minder ga uploaden de komende tijd. Ik ga mijn best doen om gewoon 2 video's voor jullie te produceren. Ja, en ik moet gewoon natuurlijk zo snel mogelijk weer een nieuwe camera kunnen kopen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag woensdag om 7 uur bij een nieuwe video. Mazzel. En zo is aan het livestreamen en had helaas geen bereik meer. Maar ik heb een super zieke vis gevangen. Oh, ik zie hem, ja. Zo. Wat ziek, die blauwe kleur. Mooi, hè? Echt vet, ja. Blauw met oranje. Serieus, een van de mooiste vissen die ik kan vangen hier in Kroatië. Hij heeft super scherpe tandjes. Oh, hij heeft ook echt tanden, joh. Super mooi. Ja, vet, hè? Echt heel mooi. Hij gaat gauw weer terug. Yes. Echt een hele mooie vis. Ja. Tjoep. Hop. Lekker, man. Echt mooi. Ja, vet, hè? Super vet. Zal ik er nog eens een vangen? Is goed. Hé, maar deze zagen we ook al met de snorkelen vanmiddag, hè? Ja, ja. Die wilde mijn wormpje niet pakken. Mijn slakje. Maar shatje wel, dat dacht ik al. Kom. Ja, het is echt nice.